Nou, daar staat hij weer. We gaan eens even kijken. Goedemorgen. Heel slecht slapen vannacht. Echt slecht. Ik sliep pas een uur of twee. Elke keer wakker na een uurtje. Dus het schoot echt niet op. Ik heb dus ook niet gefietst vanmorgen. Ik ga morgen vanavond wel een uur fietsen in plaats van 2 keer 1/2 uur. Maar ik trok het gewoon even niet. Ik ga jullie gauw een volle accu geven, want dat zal wel opgeladen zijn. Zo, nou, ik ben inmiddels beneden. Haar heeft zo gedaan. De accu was echt helemaal leeg. Dus vandaar dat die zo pof aan het einde was net. Ik ga gauw naar het werk. Ik zie jullie aan het einde van de dag weer. Doei! Oh ja, en help me onthouden dat ik jouw ventkalender nog even uit moet pakken. Want daar kom ik nu niet aan toe. Hoi, ik ben weer thuis. Ik heb gelijk boodschap gedaan. Maar ja, gelijk. Ik ben eerst nog even ergens heen geweest. En ze leggen de kerstboom aan. Die was nog niet aan. Dat is best wel lullig. Timo had heel lang gespaard voor een... hoe heet zo'n ding? Dan moet ik even nadenken. Een Nintendo Switch. In de Black Friday sale bij de Mediamarkt gekocht. Wat komt er vandaag niet binnen? Juist, is toch niet oké, Mediamarkt. Geen goede beurt. Gaan we nog wel even wat mee doen. Ik ga ondertussen even zoeken of ik de 6 kan vinden hier in deze berg. Eens even spieken. Of ik hem zie. 19, 17... Oh, kijk, ik heb hem al. De 6. We gaan eens even kijken wat erin zit. Ik ben benieuwd. Oh, ik voel het denk ik al. Ik hoop dat het er één is met het thema kerst. Want die kan ik wel gebruiken, zeg maar. Goed. Ik ga jullie weer even neerzetten. Dan komt het, ga ik verder. Nou, daar staat hij weer. We gaan eens even kijken. Oh, wat leuk. Worry less. Smile more. Worry less. Oh, die is leuk. Kijk nou. Daar staat hij. Smile more. Worry less. Een hele goeie. Meer lachen. Minder zorgen maken. Was dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat heeft Bianca er een ontzettend leuke cadeautje in gedaan. Ik ben tot nu toe echt super tevreden. Super leuk. Dankjewel. Oh ja, dat ben ik. Suus, aangenaam. Deze muts, die vond een leuke serie op Netflix. De Bletchley Circle San Francisco. Kom ik er nu achter dat het dus ook gewoon een eerste deel van is? Ja, die ben ik dus nu maar aan het kijken. Die is 2 seizoenen gewoon. Wow. Het is gewoon echt een mooie serie. Het is een misdaadserie, echt Engels. Ja, daar hou ik heel erg van. Dus echt, echt zo'n mutsenactie. Maar, nu je toch kijkt. Ja, alle nieuwe abonnees, en dat zijn er een heleboel in de gauwigheid weer. Welkom. Leuk dat je meekijkt. Die Nies, dat is iemand die appt. Niet van schrikken, dat is gewoon mijn WhatsApp geluidje. Maar welkom. Leuk dat je er bent. Leuk dat je meekijkt. Dat je geabonneerd hebt. Super tof. Ik weet niet of ik er al ben, maar als ik jullie dit zien dan wel, dan heb ik meer dan 1300 abonnees. Echt. Ik ben vorig jaar geëindigd met 500. 500 zoveel of zo. En nu heb ik er gewoon 1300. Ik ben zo blij met elke abonnee. Dus ja. Ik ga binnenkort maar eens een grote giveaway doen of zo. Ik moet eens even bedenken hoe ik dat ga organiseren. A en B, waar ik sponsors vandaan ga halen. Want ja, dat gaat bruin niet trekken, zeg maar. Goed, wat ben ik aan het doen? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. Ik ben best wel heel erg moe. Ik heb vannacht, zoals ik vanmorgen al zei, echt belabberd geslapen. Ik kan echt nu gaan liggen en gaan slapen. Maar dan ben ik, nou, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nou, dan ben ik om 12:30 weer wakker. Dat is niet handig, dus ik ga het nog even een poosje uitzingen. Het heeft een reden dat ik slecht heb geslapen. Die kan ik jullie niet mededelen. Het is gewoon even heel vervelend, zeg maar. Ja, soms zijn die dagen echt gewoon. Maar goed, ik zit lekker in mijn huisje. Met kaarsjes aan, met kerstlichtjes aan.
En nu nog alleen dit ding aan de praat zien te krijgen. Als iemand nog een 4,5 volts adapter weet, graag. Als ik morgen tijd heb, wil ik even naar de intratuin. Maar goed, morgen moet ik ook echt iets afronden. Dat wil ik echt afmaken morgen. Dus ja. Oh. Maar goed, ik let alweer veel te lang. Ik ga even wat anders doen. Ik ga even een poosje mijn studieboek door. Zometeen krijg ik nog een gezellig belletje. Maar hoofdstuk 8 ga ik doorlezen. Die hoef ik alleen maar te lezen, want dat gaat over allerlei soorten geloofsovertuigingen als voeding. Of misschien voedingsovertuigingen moet ik dan zeggen. Voeding als overtuiging. Dus dat ga ik alleen even lezen. Het is niet heel veel. Even kijken hoeveel bladzijden er zijn. Oh, dat is echt maar een heel klein stukje. Dat is denk ik iets van 8 bladzijden. Dat ga ik lekker even lezen. En dan zie ik jullie straks weer. Nou, het leek hier wel een beetje een zoete inval vanavond. En dan per WhatsApp. Bianca belde. Super gezellig. ADB zo een uur verder. Valerie belde. Volgende uur om. En nu zit ik te appen met Sarah van de groentjes. Ook super gezellig. Maar dan blijft de camera liggen dus. Ik doe mee aan een swap. Nou, ik heb iemand getrokken. Ik kan niet zeggen wie. Uiteraard. Morgen even de laatste cadeautjes halen. Er komt nog iets binnen per post. Ik wil nog iets maken. Dus dan moet ik het ook nog even... Nou ja, daar heb ik nog een paar dagen voor om dat te doen. Dat hoeft pas wat later. Heeft nog even tijd om op de bus te gaan. Dus dat scheelt. Nou, nu als ik even tv aan het kijken. Straks is er over een uurtje is er nog Formule 1 café. Want dit weekend is het laatste raceweekend. Daarna moeten we iets van 90 dagen aftellen of zo. Best een heel eind. 100 dagen, wat was het? Nou, best heel veel. Maar goed, ik ben heel benieuwd. Dus we gaan het zien. Ja, doe nog even. Nou, ik ga nog heel even verder kletsen. Ik zie jullie straks. Oh ja, en ik heb inmiddels me lekker omgekleed. Ik heb het nu weer heerlijk lekker warm. Daar zit nog een meneertje. En die denkt, als ik nou hier gewoon blijf zitten, dan haalt Suus me er wel weer uit. Maar dat doet Suus niet, want Suus gaat naar boven. Maar ik krijg nog wel wat lekkers van me, wacht maar even. Af en toe krijgen ze dus een pinda, die heeft hij nu gehad. Nou, dan gruit hij gelijk mee zo hol in. Dat moet hij goed verstoppen. Ik heb mijn buidel vol gedaan met allemaal dingen die mee naar boven moeten. En nu even lichtjes uitdoen. Kaarsje heb ik al uitgeblazen. Kerstboom nog even uit. Nou, dan is het... Eerst de onderkant. En dan de bovenkant. Ik moet daar toch eens één snoer voor kopen. Dan kan het ook op een timer. Nou, er is iemand die nog iets van me wil. Oh, kijk. Meneer nummer 2 heeft ook door dat er eten is. Hij past nog maar net door zijn deur heen. Nee, door het gat heen. Hij heeft ook aan daar waar dat witte ligt een heel grote deur. Ja, die bouwt hij ook een keer helemaal vol. Dus ja. Maar goed. Hier ligt ook nog wat lekker zitten. Iemand die iets van me moet. Ik ga naar boven. Morgen deze zooi maar weer eens opruimen. Doe het licht uit. Nou, in bed. En ik ging net nog even wat anders doen op YouTube. En wat zie ik daar? Ik heb gewoon de 1300 abonnees in heel gehaald. Ja, komt dat ineens eraan, jongens. Super leuk. Dus dank jullie wel allemaal. Echt super, super, super tof. Het is echt onvoorstelbaar. Ik zat net ook even te kijken van, goh, hoeveel zijn er dan in 2019 bijgekomen. Maar dat zijn dus ruim 700, jongens. Echt onvoorstelbaar. Goed. Ik ga even Formule 1 café kijken en daarna ga ik heerlijk slapen. Ik hoop dat ik een goede nacht maak. Dat ik morgen lekker veel kan doen. Morgen ook nog een verjaardag, dus ik mis een stukje van de dag waarop ik gezellig bij anderen ben. Dan gaan we ook eten, dus dat missen jullie dan, zeg maar. Ik mis het niet, maar jullie wel, want daar kan ik niet filmen. Dus ja, daar heb ik zin in. Dus ik zeg tot straks. Dan ga ik nog wel even afsluiten, want Formule 1 café, dat duurde wel een uurtje. Nou, ik ga lekker het licht uit doen. De Formule 1 café is afgelopen. Nog 1 aflevering en ook daar moeten we dan weer een hele poos op wachten. Maar goed, dat hoort er 1 keer bij. Die man heb ik wel even vakantie verdiend. Ik ga lekker slapen. Ik zie je morgen graag terug in een nieuwe video. Dankjewel voor het kijken naar deze. Ik hoop je hem leuk vond.
Doe een blauw duimpje omhoog. Ben je nieuw hier? Laat een rustige reactie achter. Vind ik super leuk. Ik doe mijn best om alles, op alles te reageren. Maar soms lukt me dat gewoon even niet vanwege tijd. Maar ik probeer het weer in te halen dan. Goed. Hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. Kijk hem 's avonds. Slaap lekker. Heb mooie dromen.